ik geloofde dat concentratiekampen, dat die hebben wel bestaan, maar dat was eigenlijk gewoon één groot vakantiepark voor Joden. Hoe kan het dat een simpel virusje een volledige wereld zo plat kan leggen? Daar moet meer achter zitten. We need to have Mark Zuckerberg step down and we can change this. You are fake news. Fake news. Er werd ooit nog om gelachen toen Trump journalisten verweet fake news te verspreiden. Fake news leek iets van ver weg, ver van ons bed ook. Tot corona kwam en de oorlog in Oekraïne daarna. Nepnieuws, desinformatie en complottheorieën kregen ook bij ons stevig voet aan wal. Fake news is van alle tijden, maar door het internet is onze wereld sneller en kleiner geworden en sluipt het onze woonkamers binnen via onze smartphone en die van onze kinderen. De hamvraag daarbij is, wie of wat zit hierachter? Hoe komt het dat fake news zo'n opgang maakt? Zijn we allemaal potentiële slachtoffers? En wat staat er op het spel? Waar is de beroepsmilitair die met zware wapens aan de haal ging uit de kazerne van Leopoldsburg? Jurgen Konings, terreurverdachte intussen, heeft maandagavond enkele uren lang rondgehangen bij het huis van viroloog Mark van Ranst. 2021, midden in een allesontwrichtende coronacrisis waar de feiten en de waarheid al onder druk staan, krijgt het complotdenken plots nog een flinke boost. Er zijn verhalen over, dat wil je niet weten. Ja? Ja. Ik kan alleen zeggen wat ik gezien heb van de raad. Ook al weten we nog lang niet alles over de zaak Konings of over corona, de stortvloed aan alternatieve feiten is vaak gewoon onzin. Ook in de zaak Konings komt de geruchtenmolen op gang wanneer hij onvindbaar lijkt. Patrick, goeiedag. Hey, hoe is het? Ça va? Patrick Budé, de jager die zijn auto vond, houdt zich aan de feiten. Hier stond je auto achteruit ingereden. Toen ik stopte, zag ik een nummerplaat erop. En toen ben ik uitgestapt. Toen ben ik, heb ik zo een draai gemaakt, zo weet wel, want ik dacht nog dat er mensen in waren. En zo gekeken. En toen ben ik stilletjes langs de venster gaan kijken en toen zag ik daar een draadje gespannen met een granaat in de auto. Van kling naar kling, en midden stond een granaat. Dat had ik niet verwacht, hè. Dat was gewoon het gelijk banaan in een film. Hè. En toen heb ik de politie gebeld. Hè. Ja. Het eerste wat gekomen is, was de helikopter. Na een zoektocht van één maand vinden niet één, maar twee voorbijgangers wat een troepenmacht van 250 mensen niet kan vinden. Ik rook op een bepaald moment een duidelijke lijkgeur. En heb ik besloten de politie te verwittigen. En één keer struikel ik over. En ik struikel over de jongens in de voet. Bent u zeker dat het hier de jongens was? 500% zeker. Het lichaam lag net buiten het zoekgebied, op amper 2 kilometer van waar zijn auto was gevonden. Hoe gemakkelijk kun je hier verstoppen? Oh. Heel gemakkelijk. Ja? Oh, ja. Als je hier 20 meter op de bos gaat, zit er niemand meer. Nee. De race om toevalligheden rond de vondst van het lichaam, de geheimhouding van het leger, de zogezegde lege lijkzak, allemaal voedt het complotdenken op sociale media. Het hele zaakje stinkt, hoor je. Zeker online, waar de steun voor Konings groot lijkt. Dan verschijnt op sociale media ook nog eens een krantenartikel met daarin dat Jurgen Konings zou vermoord zijn en dat zijn lichaam in het bos is gelegd. Fake, zegt de krant, want het is nepnieuws, maar het verspreidt zich wel razendsnel op sociale media. Het bericht is uiteraard niet op de krantenwebsite terug te vinden en dat kan volgens sommigen dan weer geen toeval zijn, want de media die moeten zwijgen. Dit is meteen hoe desinformatie in zijn werk gaat. Het is heel gemakkelijk om te maken, het is heel gemakkelijk om te verspreiden, maar het is wel moeilijker om het te herkennen en vooral om het te weerleggen. Intussen raast corona ook nog door. En die crisis is een ideale voedingsbodem voor desinformatie. Mondmaskers zijn niet nodig, dan weer wel. We mogen niet op bankjes zitten, horeca dicht, alleen maar in bubbels leven. Dan is er plots een vaccin. Een levensredder volgens de ene, net heel dodelijk volgens een ander. Er wordt een pas in het leven geroepen. Mensen komen op straat tegen overheidsmaatregelen of voor meer andere stemmen in een debat. Verwarrend. Wat een tijden. Iedereen zijn feiten, iedereen zijn mening. De voorbije 2 jaar zijn mensen uiteraard ook op zoek gegaan naar informatie over de coronacrisis op sociale media. Maar het probleem daar is natuurlijk ook dat je daar heel veel desinformatie tegenkomt. Deborah, een collega van de krant, vindt dat ook. Zij viel in de val van desinformatie.
Makkelijk was het niet om iemand te vinden die daarover wil praten. Zij wil wel. Veel mensen die in complottheorieën geloven, schamen zich ook nog wel ergens. En die vertrouwen media sowieso al niet. Dan gaan die niet echt happig zijn om iemand van de VRT verder te helpen. Ja, ja, ik snap het wel. Ik ben daar eigenlijk in beland door enerzijds toen nog een nauw contact met een aantal familieleden te hebben. Waarvan dat er al een paar waren die sowieso al bezig waren met complottheorieën nog voordat corona er was. Als wij dan samenkwamen, werd daar eigenlijk niet anders dan over corona gesproken en over het feit dat de overheid daar verkeerde beslissingen in was aan het nemen, dat burgers daar de dupe van werden, dat op de lange termijn dat onze vrijheid zou afgenomen worden. En mijn eerste wantrouwen ten opzichte van de overheid en ten opzichte van de media is echt begonnen met toen dat ze naar buiten kwamen met die mondmaskers. Dat er een hele partij mondmaskers werd verbrand of werd weggestoken. Ja, ik ben journalist, ik weet hoe ik moet fact-checken. En toch heb ik ook heel zwaar getwijfeld aan bepaalde feiten die mee werden gegeven. Hoe kan het dat een simpel virusje een volledig land, een volledige wereld zo plat kan leggen? Daar moet meer achter zitten. Begin 2021 zijn de eerste vaccins er voor de ouderen. En zijn er klaar voor de spuit? Over die vaccins gaat veel valse of uit de context gehaalde informatie rond, ook op sociale media. Meer en meer mensen lezen dat. Ook Deborah. Dat er heel veel ouderen zijn die dan coronavaccin toegediend krijgen en vervolgens sterven. Of vervolgens in het ziekenhuis terechtkomen met ineens rare onderliggende aandoeningen die nog nooit naar boven zijn gekomen. En uit angst dat ik bijwerkingen zou hebben, heb ik op dat moment besloten om geen coronavaccin te nemen. Vervolgens ga ik nog wat verder op zoek op YouTube en kom ik allerlei filmpjes tegen. Want zo werkt het kliksysteem eigenlijk ook. Ja, moeten we kinderen willen laten vaccineren om volwassenen te beschermen? Als je eenmaal een filmpje bent aan het kijken op YouTube, is het zo gemakkelijk om te kijken naar die titels rechts en te denken, oh, dat is ook nog wel interessant. En hoe langer dat je die spiraal van die filmpjes eigenlijk volgt, hoe verder dat je komt te staan van je beginnende theorie. Kun je onvruchtbaar worden van het coronavaccin? En je komt terecht in. Het coronavaccin is eigenlijk ontworpen om een bepaalde hoeveelheid van mensen onder controle te krijgen. Dan het filmpje dat daarna komt, dat gaat erover hoe dat de overheid dit eigenlijk al heel lang van plan was om dit te doen. Ja, dat je eigenlijk heel snel het gevoel krijgt, er gaat hier een wereld voor mij open. Hetzelfde op Facebook. Wel, heel eerlijk, ik vind Facebook eigenlijk nog iets gevaarlijker dan YouTube, omdat je een groep creëert. En dan word je zo bevestigd in dat gevoel, dat je ook denkt, dit zijn de mensen die ook zien wat ik zie. En wij moeten met z'n allen wakker worden. Wat Deborah leest op sociale media is dus voor een stuk gestuurd. Maar die sociale media laten ook net stemmen aan het woord die je niet aan bod ziet komen in de klassieke media. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Matthias de Smet. En als je juist op dat moment dat je daar aan het twijfelen bent en je komt dan in een Facebookgroep terecht waarin een Matthias de Smet of een lieve Annemans zegt wij worden niet gehoord, dan is het heel gemakkelijk om te denken, ah, dus de overheid heeft haar eigen prioriteiten en kiest alleen maar wie dat ze willen laten horen in het debat. Eigenlijk zijn dat ook complottheorieën. Dat zijn dingen waar ik ook in geloofde. Online wordt het antivaccin-sentiment gevoed. Maar Deborah staat ook nog met één been in de echte wereld. Mijn huisgenoot op dat moment was ook een van de eerste die dat coronavaccin had gekregen, omdat hij apotheker is. En ik zag daar geen bijwerkingen bij. En toen begon ik te denken, misschien klopt dat niet helemaal. En dan ging ik regelmatig met hem in discussie. En hij kon die vragen die ik had perfect weerleggen met wetenschappelijke informatie. Maar die wetenschappelijke informatie was ook voorhanden op allerlei klassieke media en andere bronnen, maar dan is het eigenlijk degene die het dichtst bij jou staat die doorslaggevend kan zijn? Omdat hij zo dicht bij mij stond, kon ik hem moeilijk wantrouwen. Toen ik terug kon openstaan voor
Oké, misschien moeten we eens gaan kijken wat de mainstream media schrijft. En fouten begon te merken in de desinformatie die dat ik bekeek. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik het fuik van desinformatie op tijd terug toe heb gekeerd. Na een tijd, wanneer dat ik theorieën in zo'n groep zag passeren waar dat ik het dan niet mee eens was, dan kreeg je heel snel te maken met een tegenkanting. En je wordt gewoon geblokkeerd en eruit gegooid. Je wordt eruit gegooid? Ja, je wordt er echt uitgegooid. Dus toen ben ik gevaccineerd en ben ik heel blij omdat ik gevaccineerd ben. Waarom zijn we vatbaar voor desinformatie? Ik kan erover spreken met Raccoon Maartens. Hij is gedragspsycholoog aan de Engelse Cambridge Universiteit, waar ze bij een duizendtal mensen onderzoek deden naar hoe dat proces in zijn werk gaat. We zien voortdurend fake news en desinformatie verschijnen de dag van vandaag. Wat gebeurt er in ons brein als we zoiets zien? Ja, iedereen is vatbaar voor misinformatie. En er zijn verschillende redenen voor. Ten eerste worden we deze dagen blootgesteld aan zodanig veel informatie. We noemen dat cognitive overload of information overload. En omdat er zodanig veel informatie is, is het belangrijkste informatie vaak degene die je kunt herinneren en kunt ophalen uit het geheugen. Daarom is er ook dus de illusory truth effect, noemt dat, waarbij dat je herhaaldelijk blootgesteld wordt aan dezelfde informatie, ga je het steeds beter herkennen en herinneren en zal het steeds meer invloed hebben, zelfs als je het niet gelooft. Dus die illusory truth, dat zorgt ervoor dat je dus eigenlijk een heleboel informatie begint te geloven die niet helemaal accuraat is. Zeg je dan van mensen weten vaak dat nepnieuws nep is, maar er gebeurt van alles in ons brein waardoor we eigenlijk toch het nepnieuws gaan geloven? Ja, stel je voor, je gaat naar Facebook, je begint iets op te zoeken rond een bepaald thema. Dan krijg je al een filterbubble. De resultaten die je krijgt op Facebook zijn resultaten die vaak alleen zijn met je eigen visie of die je eigen vrienden ook delen. Dus we noemen dat confirmation bias. Als dat in lijn is met je eigen visie, ga je die informatie bijna automatisch meer gaan geloven. Omdat je wilt dat het waar is. Omdat mensen evolutionair graag willen overleven en dat ze een familie willen beschermen tegen negatief kwaad of een eigen groep willen beschermen. Dus die technologieplatformen spelen daarop in. En je gaat meer van die informatie vinden, dus je gaat er ook meer van delen. En dat zorgt ervoor dat je redelijk vast kan zitten in die groepen en daar een identiteit op basis kan uitbouwen. Maar wel ver weg bent van potentieel de waarheid. Ja, inderdaad. Dus waar het oorspronkelijk begonnen is met de zoektocht naar de waarheid, kan je zo belanden dus, via de algoritmes en via een aantal psychologische biases in een groep waar het eigenlijk veel minder waarheid is, dat er minder fact-checking is en dat iedereen van dezelfde visie is. Dus je hebt het eigenlijk over ons brein en groepsdruk. Ja, en de meeste sterke, invloedrijke misinformatietheorieën die worden gepropageerd door invloedrijke figuren. Als er een groep is die, van supersharers die heel actief is en die theorieën verspreidt, ga je er sowieso weer aan blootgesteld worden. En dat is een van de grootste problemen die eraan gepaard gaan. En dit gaat steeds verder, er is steeds meer informatie. Mensen worden ook steeds beter in mensen te misleiden. Dus we moeten dringend werken aan de oplossing. Leiders die overtuigend een boodschap brengen, zullen altijd mensen meekrijgen in hun verhaal. Maar als het met leugens is, dan staan mensen als Imran Ahmed op. Ooit was hij Brits parlementslid, maar gaf dat op om het Center for Countering Digital Hate op te richten. Hij speurde mee naar de grootste verspreiders van coronadesinformatie. Imran woont en werkt intussen in Washington. Een cameraman filmt hem thuis, terwijl ik hem online ontmoet in Brussel. In March 2021, we put out a report, Disinformation Dozen, which showed that 12 individuals are responsible for 65% of the malignant, of the anti-vaccine lies and disinformation spread online on social media platforms. We named them. We told the platforms. The President of the United States, citing our report, asked the platforms to do something about these people, said you don't have to keep promoting them. And they refused to take complete action. Even now, for example, Robert F. Kennedy Jr., a massive producer of disinformation, he's off one platform owned by Meta, but not off the other platform. Who are they? What were they doing at a certain moment of time? There is a small industry of people who have basically persuaded people not to take vaccines. Instead, take
supplements that we sell you, or buy our books, or buy access to our website and the information here, and we can teach you how to not have to take vaccines. And that these people saw COVID as a real opportunity. We were tracking them. We were inside their organization. Is it even possible to like give some examples of what Kennedy and the others were like spreading? Sure. I mean, you know, Robert F. Kennedy Jr. was telling African-American parents that that African blood is different to white blood, and that they shouldn't vaccinate black boys. Can you imagine in the middle of a pandemic, which is disproportionately affecting communities of color, because they've traditionally had less access to quality healthcare in the United States in particular, that you should not vaccinate your children? How many lives has he taken? 1 million people have died in the US now of COVID. In augustus 2022 wordt het account van Robert Kennedy Jr. uiteindelijk van alle platformen van Meta gehaald. Dat is het bedrijf boven Facebook, Instagram en WhatsApp. And you've got to remember that when you use social media, you are not the user. You're the product. Your thoughts, your innermost feelings, your psychographics, your demographics, your eyeballs, your attention, you are the product. The users are the advertisers. They know that conspiracy theories are addictive, that because conspiracism is driven by something called epistemic anxiety. It's like a desperate need to know, for closure. And so people then look for more and more. It's what we look at externally, you call it rabbit holing. They go down the rabbit hole. How do the tech companies like cash on mis and disinformation? It's really simple. Conspiracy theories keep people on platform. So social media companies, they own the market for disinformation and conspiracy theories being published. And they keep people in that world, feeding them adverts every 3 posts. By doing so, they've created, you know, some of the world's biggest businesses. We've even done studies to look at how much money they make from anti-vaccine misinformation. $950 million a year by social media companies. $1 billion a year. We know that algorithmic amplification means, and the way that the online echo chambers are driven by the algorithms that say that if you like something, we'll give you more of it. Even if, you know, as we've proven, what their algorithms conclude will keep people on platforms are conspiracy theories and hate. Niet dat wij gebruikers helemaal vooruit gaan, want hoe vreemder en hoe sensationeler een bericht, hoe liever dat we het liken en delen. Kent u bijvoorbeeld The Great Reset van Dr. Evil Klaus Schwab, de topman van het Wereld Economisch Forum? The Great Reset kreeg alleen al op Facebook tussen de periode van juni 2020 en oktober 2022 maar liefst 14 miljoen likes, shares en comments. Dr. Evil Klaus Schwab heeft een plan. Hij wil de wereld resetten en de coronapandemie daarvoor gebruiken en ons allemaal slaven maken van een nieuw economisch systeem. And it will reshape our political and our economic landscape in the coming years. Deze versie van The Great Reset is een complottheorie. De pandemie zou gepland zijn. De lockdowns bewust gebruikt worden om het hele economische systeem in elkaar te laten stuiken. Het is allemaal gebaseerd op een boekje dat Schwab schreef. Maar wanneer die eerst wat saaie academische tekst plots de meer prikkelende naam The Great Reset krijgt, wordt het hele initiatief gekaapt door complotdenkers. En het zal onze politieke en economische landscape in de komende jaren veranderen. Het is hier in Genève dat het hoofdkwartier ligt van het Wereld Economisch Forum en ik ben daar nu naartoe aan het rijden omdat ik daar heb afgesproken met Peter van Ham. En Peter van Ham is een Vlaming, werkt heel nauw samen met Klaus Schwab. En ik wil van Peter weten of, zoals dat gaat met fake news, of er toch ook niet in The Great Reset ergens een kern van waarheid zit. Dag Peter. Ja, dankjewel om af te komen. Daar aan de overkant is de VN, de Human Rights Council. De World Trade Organization zit daar ook. Mm-hmm. En ze zijn hier nu net bezig aan een nieuw hoofdkwartier van een van die Zwitserse private banks. Wel, alles voor een goede samenwerking. Ja, dat wel, ja. Hoe zijn jullie daarin beland? Na de eerste golf van corona hadden wij zoiets van... laten we die kans nu grijpen om een positieve wending daaraan te geven. Om de economie duurzamer, inclusiever... en crisisbestendiger te maken. Dat waren de 3 pijlers. Ik heb zelf dat boek
gepubliceerd. The Great Reset. Ik heb op die knop geduwd om dat boek te publiceren. En dan gebeurde er eventjes niks. Maar dan plots in de herfst van 2020 begon die term, The Great Reset, overal op te duiken. Zag ik ook dat dat boek als een pijl in de lucht schoot wat betreft populariteit, verkoopcijfers. En ik vroeg me af, wat is hier nu eigenlijk aan de gang? De elitaire cocon van het WEF en Davos. Uitreksels uit bedrijfspresentaties die uit hun context worden gerukt en tot scherpe en vlot deelbare memes worden omgetoverd, lijken de ideale ingrediënten voor een sappige, maar oorspronkelijk marginale complottheorie. Tot populaire comedians het onderwerp oppikken en Amerikaanse commentatoren van de zender Fox News het complot verder uit de marge halen. The Great Reset. You will own nothing and you will be happy. Zo begint The Great Reset aan een wereldreis door de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Tot het ook bij ons land dankzij politici als de Nederlander Thierry Baudet en zo ook in Vlaanderen wordt opgepikt. Je zit op dat moment natuurlijk niet meer aan het stuur van die wagen. Hè. Het volstaat dat mensen iets roepen en sommige mensen geloven dat. Het heeft gewogen op jou. Ja, en ik heb dat dus in Vlaanderen in bepaalde instanties gezien. Dat bepaalde gekkies dus effectief zijn beginnen kijken naar mij en naar mijn familie. Bedoel je, wat is er dan gebeurd? In het bijzonder is zo dat het toeval toch wel niet wil dat mijn vader viroloog is. En op een bepaald moment zijn mensen dan gaan beginnen geloven dat mijn vader ook mee in dat zogezegde complot zat. En dan zijn mensen beginnen kijken naar waar wonen die mensen? Wie is er nog deel van die familie? En in die zin hebben dus effectief mensen op sociale media beginnen zeggen van ik weet waar die mensen wonen. Ik heb daarmee in de klas gezeten. Ik weet iets over de zus of de broer. En is het ook zo geweest dat mijn broer en mijn zus bijvoorbeeld effectief op Facebook zijn geconfronteerd geweest met mensen die hebben geuit van wij willen nu iets aandoen. Ja, dan weet je wel niet meer aan welke takje dat je nog moet, van welke boom dat je nog moet vasthouden. Want dan weet je ook niet waar het eindigt natuurlijk. Hè. In hoeverre kan je begrijpen dat mensen misschien niet mee zijn met het complot, de Great Reset, maar wel geloven dat er meer aan de hand is. En dan verwijzen naar een elite en dan krijg je die beeldvorming waar mensen en bedrijfsleiders invliegen met hun privéjets. En dan zie je dat beeld van bedrijfsleiders, politieke elite die samen zitten, ver weg misschien van de leefwereld van mensen. Dat begrijp ik wel. Ik begrijp wel dat elke burger van een maatschappij zich de vraag stelt, hoe wordt onze maatschappij gerund? En dat de basis moet zijn dat dat gebeurt op een democratische manier. En dat moet gebeuren op een transparante manier. Maar ook hier het Wereld Economisch Forum. Ook hier is niemand verkozen. Ja, en daar ben ik het dus wel mee eens, dat je dat in vraag kunt stellen. Ik vind dat dat een teken is van een gezonde democratie. Dat je je de vraag stelt, is dat wel oké, dat bepaalde mensen samenkomen op een berg, of waar dan ook trouwens, en mee het beleid willen gaan bepalen als zij daarvoor niet verkozen zijn. Ik heb begrip voor het feit dat mensen op zoek gaan naar antwoorden. Maar ik heb geen begrip voor mensen die vervallen in complottheorieën. Want je raakt daarmee ook echte mensen. En je maakt daarmee vaak ook de dingen erger. Peter en ik deelden 20 jaar geleden een Amerikaanse studiebeurs. Dat weet je zal voor sommigen genoeg zijn om op te merken dat ook ik deel uitmaak van het complot. En dit is meteen wat complottheorieën doen. Ze verwarren, ze beletten ons om de juiste vragen te stellen. Hoe kan het WEF zomaar mee ons beleid bepalen? Hoe kan een visienota met partners als onder meer financiële instellingen en olieproducenten voor een duurzamer en groener beleid staan? The Great Reset is misschien wel een van de grootste, maar allesbehalve de enige complottheorie. Hoe komt het eigenlijk dat iemand daarin meegaat, vraag ik me af. Ik ben in Polen, onderweg naar de stad Poznan. Ik heb daar afgesproken met Anton. Anton is een Vlaming. Ik heb hem leren kennen op Twitter. Jaren geleden zat hij verstrikt in een web vol complottheorieën, voornamelijk afkomstig uit extreem rechtshoek. Hij liet die complottheorieën jaren geleden los en wil nu voor het eerst praten over die periode. Geloofde dat er een groot Joods complot was
Zoals? Zoals het feit dat concentratiekampen, dat die hebben wel bestaan, maar dat was eigenlijk gewoon één groot vakantiepark voor Joden. Daar staat blijkbaar een zwembad in Auschwitz. Waarschijnlijk was dat zwembad daar voor de kampbewakers of het personeel of eender wat. Dus geven bepaalde complotdenkers daar een reden voor. En voor hen de reden was omdat het een vakantiepark was. Omdat de mensen het daar eigenlijk heel goed hadden. En daar werden mensen niet afgemaakt op een industriële schaal zoals de dag van vandaag al verschillende malen is bewezen. En je denkt dat je dit weet en alle andere mensen zijn dom, want ze geloven in het mainstream narratief dat concentratiekampen dat vreselijke kampen waren. Maar ik weet wel beter. Ik weet wel dat het gewoon vakantieparken waren en de rest is gewoon propaganda, gestuurd door een Joodse elite. Dat is een van de theorieën. En jouw wereldvisie was een waarvan dat niet iedereen gelijk is in de maatschappij? Inderdaad. Daar hingen dan natuurlijk nog meerdere racistische kapstokken aan, natuurlijk. Kan je dan zeggen dat je vroeger een neonazi was? Vandaag de dag wil ik dat zeggen, ja. Toen ging ik dat altijd ontkennen, want ik wou niet het racist-label aan mij. Ja. Uiteindelijk was ik het wel. Ja. En ging dat zo ver dat je ook mee was in het idee van we moeten dat neonazistische rijk opnieuw gaan installeren, ja, 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 om een goede samenleving te krijgen? Ja, mijn vrienden en ik, we praten vaak over waar het toe zou moeten leiden. En daar kwam altijd een rassenoorlog. Een rassenoorlog moest eruit breken. Het moest vroeg of laat komen tot een omverwerping van de overheid. En natuurlijk een extreemrechts beleid installeren. Het is niet dat wij daar effectief al plannen voor zaten te maken om effectief een staatsgreep te plegen of zo. Dan heb ik het over ons. Maar er waren effectief wel anderen die daar wel mee bezig waren. Ja? Sommige mensen zien daar wel een realistisch doel in. Hoe oud was je toen? 18, 19 jaar. En hoe ben je daar dan beland, in die ideeën? Ik had een vriend die heel veel op internet surfte en dergelijke theorieën vond. En het paste in mijn wereldvisie. De Anton van vroeger was een onzekere jongen die vooral een duistere toekomst voor zich zag. Het gaf mij een soort van comfort om mezelf eigenlijk aan te praten waarom ik in deze misschien miserabele situatie ben. En waarom ik hier ook niet uit zal geraken. Want heel mijn toekomst staat vast. Het staat vast door die elite die alles vastzet en die alle vrijheid wegneemt. En daar baat je natuurlijk heel graag in een slachtofferrol. Wat Antons leven 20 jaar geleden helemaal definieerde, was een voorloper van wat we vandaag kennen als de omvolkingstheorie. Ook al zien we vandaag allemaal dat ons straatbeeld verandert, de omvolkingstheorie aan zich vindt zijn roots in een oude complottheorie. Christophe Busch bestudeerde de rol en de impact van complotdenken in het kader van zijn onderzoek naar beeldvorming met betrekking tot holocaustdaderschap. Die omvolkingstheorie is iets dat eigenlijk vooral groeit vanaf de jaren 2010-2011. Je gaat gaan zien dat de rol van sociale media daar cruciaal in is geweest. Want als je keek naar voorlopers van de omvolkingstheorie, dat zijn eigenlijk verhalen die ik al 20-25 jaar geleden terugvond. Maar op heel extreem rechtse websites. En dan merk je natuurlijk dat daar wordt aangehaakt aan oudere complottheorieën. Zoals bijvoorbeeld de protocollen van de Wijze van Zion. En dat is eigenlijk een complottheorie die stelt dat er ooit een geheime vergadering was van Joodse mensen die een complot hadden gesmeed om de werelddominantie na te streven. En dan krijg je dus weer opnieuw een soort eeuwenoud verhaal van een complot van de Joden voor werelddominantie, telkens in nieuwe jasjes. Andere vormen van omvolkingstheorieën hebben dat antisemitisme losgelaten en hebben eigenlijk gezegd, nee, de ware vijand is de islam. Dat bereik is zoveel malen groter dankzij sociale media. Dat wil zeggen dat meer mensen die taal gebruiken en dus ook dat gedachtegoed dat daarachter zit, of die complottheorie, als normaal, als aannemelijk, wat iedereen praat erover. En dan krijg je helaas het effect dat sommige mensen daardoor geïnspireerd geraken, dat je lone actor aanslagen hebt, zoals in Christchurch of El Paso. En dan merk je ook dat die aanslagen eigenlijk nog altijd meer push geven aan het mainstreamen, aan het normaliseren van een complottheorie. Er zijn wel politici van allerlei partijen vandaag die het woord omvolking in de mond nemen.
Hoe zijn we daar geraakt? Er is natuurlijk iets dat gewijzigd is in onze samenleving. En wij zouden vanuit de wetenschappelijke invalshoek gaan zeggen, er is een enorme, snelle demografische verandering gekomen en globalisering. Maar wat extreemrechts ervan maakt, is gaan zeggen van, ja, maar nee, er is een intentioneel beleid, er is een intentie, een organisatie, om te maken dat er zo'n snelle instroom van mensen die hier zijn binnengekomen. En omwille van wat men hier creëert in Europees beleid of nationaal beleid, gaan wij als witte groep vervangen worden door die groep. En dan krijg je crisisnarratieven van 1 op 3 in Brussel is al niet meer van onze groep. En als wij nu niet handelen, dan wordt Europa een Eurabia. Hoe problematisch is dat? Het is problematisch omdat dat eigenlijk aantoont dat wat voorheen een concept was dat toch vooral binnen radicaal-extremistische milieus werd gebruikt, dat dat vandaag mainstream is geworden. Mensen mogen heel radicale meningen hebben, moeten dat soms hebben om tot verandering te komen. Maar als het extremistisch wordt, any means possible, en als die extremisten zeggen en zelfs geweld moet gebruikt worden om tot die verandering te komen, dan wordt het heel gevaarlijk. En wordt dat vandaag gezegd? En dat wordt zeker in bepaalde milieus gezegd. Dat zit gelukkig nog in het verdokenen. Is een taak heel erg voor de veiligheidsdiensten natuurlijk. Maar je voelt wel heel duidelijk dat er toch een aantal zorgwekkende trends zijn. Hè. Als complottheorieën, als concepten zoals omvolking, als concepten zoals white genocide, een genocide, dus een planmatige, intentionele massamoord op de witte bevolking. Dat wil dat zeggen. Hè? Als dit gemainstreamd wordt, dan wordt dit gevaarlijker. De wereld is opnieuw opgeschrikt door een extreem gewelddadige terreuraanslag. In de Verenigde Staten zijn bij een schietpartij in een supermarkt zeker 10 mensen om het leven gekomen. Dan had hij het geweer gehouden en geschossen. 92 doden zijn er nu al geteld na de dubbele aanslag gisteren. It's unbelievable. I'm lost of words. Christchurch, Buffalo, El Paso, het Duitse Halle, het Noorse Utøya. Stuk voor stuk plaatsen waar desinformatie mee mensen heeft gedood. Heel extreem, maar het gebeurt. Suspect is currently described as a male white. Speurders vonden bij de daders sporen die leiden naar de Great Replacement-theorie en de haatspraak die daarmee gepaard gaat. Online scheldpartijen en haatspraak zijn ook een deel van de chaosmachine, een onderdeel van desinformatie. Daarvan is het Belgische bedrijf TextGain overtuigd. En Olivier Koubergs werkt ervoor. Goedemorgen. Alles goed? Hun slimme technologie kan enorme ladingen online communicatie bestuderen, structureren en analyseren. We hebben een onderzoek gedaan naar haatspraak tussen 2015 en 2020. En we hebben gezien dat de toxiciteit verdriedubbeld is. En die trend gaat jammer genoeg nog verder. Kan je dat eens tastbaar maken? Wat doe je dan concreet? Als er bijvoorbeeld een aanslag gebeurt, zoals enkele weken geleden in Buffalo, dan gaan we kijken wat de mensen online erover zeggen. Dat kan zowel zijn de mensen die dat afkeuren als de mensen die dit ondersteunen. Maar ook welke sporen, welke haatspraak dat eventueel die dader heeft achtergelaten. Dus in dit geval hebben we gezien dat zijn motivatie vooral ligt in een bepaalde complottheorie. Dat de Great Replacement. Verrast jou dat wat daar gebeurd is? Als mens ja, verrast me dat natuurlijk elke dag opnieuw. Als professional verbaast me dat jammer genoeg minder en minder. Omdat we gewoon heel veel haatspraak zien op sociale media. We zien dat op de klassieke platformen. En we zien een veel sterkere haatspraak op andere sociale media, zoals de fringe social media. Wat zijn dan die fringe social media? Die worden gebruikt wanneer dat mensen zich niet meer begrepen voelen of denken dat ze niet meer alles mogen zeggen wat ze willen zeggen op klassieke sociale media. En dan gaan ze naar andere platformen. Bijvoorbeeld 4chan. En het grote voordeel aan 4chan voor gebruikers die haatspraak willen plaatsen, is het feit dat ze vrij anoniem zijn. En daarbovenop komt dat er geen content moderation is of heel beperkte content moderation. Dat wil zeggen dat bepaalde scheldwoorden of andere vormen van haatspraak, dat die eigenlijk gewoon niet verwijderd worden. Dus dan creëer je een echokamer van haatspraak, waarbij dat, ja, mensen elkaar gaan aanmoedigen en zelfs gaan aanzetten om aanslagen te plegen in de meest extreme gevallen. En het grote gevaar schuilt erin dat deze woorden dan ook op
klassieke sociale media worden gebruikt. En dat zorgt voor een normalisatie van haatspraak. Dus dit is een foto die Thibaut Courtois heeft gepost op Instagram over zijn verloving. En op Instagram konden we dan zien dat iedereen heel blij was voor het koppel en hen ook feliciteerde. Maar op 4chan, daar gaan ze direct inspelen op het feit dat zijn verloofde van Israël komt. En dan maken ze ineens Thibaut Courtois ook uit als een vuile Jood eigenlijk. Dus hier staat dan, Courtois has kike jeans. En kike is dan internettaal haatspraak voor een Jood. Waarom is dit bericht een probleem? Het is, je zou kunnen zeggen, een idioot die reageert. Laat hem. Ja, we kunnen toch niet gaan tolereren dat er iemand op straat hetzelfde zou roepen. Dan mogen we dat ook niet gaan tolereren dat dat online gebeurt. Haatspraak zet aan tot haat, laat andere mensen haten. Dus moeten we er echt wel iets aan doen. Dus het verbaast jou niet dat er iemand dan uiteindelijk bereid is om tot actie over te gaan? Nee, die mensen worden ondergedompeld in haatspraak. En als je elke dag door hetzelfde narratief wordt beïnvloed en je krijgt dat narratief voortdurend binnen, dat heeft sowieso een invloed op elke mens. Geloofde je die theorieën echt? Ja. Ik geloofde daarin, omdat het paste in mijn wereldvisie, maar ik denk er ook niet dieper over na. Het debunken of fact-checken op zich is een goede zaak, maar mensen die heel diep in samenzweringstheorieën zitten, voor hen is dat gewoon ruis. Als ik nu 22 was, dan was ik een hevig antivaxer. Ja? Ja. Heel die formule heeft wat een complottheorie wil. Het is tegen de overheid. Je kunt er bepaalde elite mee linken, zoals Bill Gates, zoals Big Pharm. Dan ging ik zeker deelnemen aan betogingen. En zeker als ze waren verboden. En ziet, de overheid wil niet dat we betogen. Onze vrijheid wordt ingeperkt. En hoe ga je dan dieper en dieper in die wereld? Je zoekt gewoon meer op. Uiteindelijk waar je op focust, dat gaat meer en meer je leven worden. En dan kom je uit bij haat en complotten. En... Absoluut. Wat zou je vandaag tegen de jongere Anton zeggen? Werk aan jezelf. Maak iets van je leven. Want complottheorieën gaan het niet doen. Complottheorieën maken je niet gelukkig. Integendeel. En ze maken je geen beter persoon. En ze gaan je geen succes doen kennen als je ze blijft volgen. Integendeel. Dat is ook voor mij de reden geweest waarom ik er afstand van nam. Omdat ik iets van mijn leven wilde maken. Omdat ik besefte dat mijn toekomst in mijn eigen handen ligt. En de enige mensen die beter worden van complottheorie, dat zijn de complotdenkers. De mensen die verhalen verspreiden. En het wapen dat ze tegen je gaan houden is uiteindelijk angst. En het draait allemaal om angst. Het is allemaal een complottheorie. Is volledig angst. Er is helemaal niks dappers aan. Het was ongelooflijk moeilijk om iemand te vinden die durft te vertellen over ik geloofde vroeger in complottheorieën en ik ben eruit geraakt. Ja, inderdaad. En ik probeer eigenlijk gewoon andere mensen te inspireren eigenlijk om een optimistische en positievere weg in te slaan. Want uiteindelijk heb je daar niets mee te verliezen. Helemaal niets. Integendeel. In hoeverre hebben de complotten de extreme invloed op de stille middenmassa? Dat is uiteindelijk het doel van propaganda. Om niet die extreme te gaan beïnvloeden, maar de mensen die twijfelen. De mensen die in het midden zitten. En ik denk dat we ons zeker zorgen moeten maken om wat we nu op het internet zien en hoe dat de situatie in de maatschappij is. Die is heel gepolariseerd. Die polarisatie speelt bij mensen van overal. Een lappendeken van verschillende achtergronden en ideologieën die niet meer met elkaar praten, omdat ze elk in hun eigen sociale mediabubbel zitten, maar van links tot rechts wel verenigd zijn in hun anti-overheidsgevoelens. Een triest voorbeeld is de dood van Yannick V, die gedood werd bij een huiszoeking en die anti-overheidsgevoelens sterk verwoordde op sociale media.
Het ongeloof over de gang van zaken bij sommige leiders doet dat Yannick Vee en Jurgen Konings in bepaalde groepen op sociale media in één adem worden genoemd als helden in het verzet tegen de volgens hen dictatoriale overheid. In hoeverre is die haatspraak vandaag dan gestuurd vanuit extreemrechtse hoek? Wat dan met moslimterrorisme? Ja, we spreken nu wel heel veel over extreem rechts op het internet, omdat dat nu zeer duidelijk aanwezig is. Maar we hebben een evolutie gezien binnen jihadisme, waar dat er heel veel van die content verwijderd is, waardoor dat die in meer verdoken hoekjes van het internet zijn terechtgekomen. Maar het kan ook vanuit een compleet andere hoek komen. Bijvoorbeeld andere landen die Europa willen destabiliseren door middel van polarisering van onze maatschappij. We hebben bijvoorbeeld bij de zaak van Jurgen Konings heel veel narratief pro-Jurgen Konings gezien in het Russisch. Nu, dat vind ik al heel opmerkelijk, dat er mensen in Rusland geïnteresseerd zijn in zo'n verhaal. Tot vandaag de dag zijn er nog altijd pro-Jurgen Koningsgroepen in het Russisch. Russische telegramgroepen. Hebben we te maken met bots, trollen of buitenlandse mogendheden? De militaire inlichtingendienst ADIF is gebonden aan geheimhouding en geeft meestal geen interviews. Maar vice-admiraal Wim Robrecht maakt een uitzondering. Uit een online onderzoek blijkt een forse toename van Russische beschadigingsoperaties gericht op België. We mogen niet naïef zijn. Het woord desinformatie dekt niet volledig de lading. Dus wij zijn vooral geïnteresseerd in wat wij noemen de information warfare. Alles wat er in de informatiewereld omgaat, desinformatie is daar een onderdeel van. Wij spreken liever van beïnvloedingsoperaties of beïnvloedingstechnieken die toegepast worden ten einde een bepaald doel te bereiken via de informatiewereld. In hoeverre leven wij in het tijdperk van die informatieoorlog? We zitten daar middenin, denk ik. De vice-admiraal neemt ons mee naar de digitale cel van de inlichtingendienst. Met computerprogramma's speuren ze het sociale mediaverkeer van ons land af om toe te zien of Belgische sociale mediagroepen onbewust beïnvloed worden door trollen of buitenlandse mogendheden. Dat deden ze ook bij de zaak Konings. We zagen op een gegeven moment dat er daar toch wel vrij, laten we zeggen, ophitsende taal werd gebruikt vanuit bepaalde trollen en bots, waar dat we toch via omwegen achterkwamen dat we toch wel te doen hadden met serieuze Russische afdruk. En naar wat ben ik hier precies aan het kijken? Dit is eigenlijk gewoon een netwerkvisualisatie. Dit gaat om honderdduizenden accounts, waar dan eigenlijk het ganse verkeer tussen al die accounts te zien is. En dan kunnen wij gaan kijken van, oké, wat zien we hier dat niet echt is? Wat doen zij in Rusland? Zij gaan altijd kijken naar de gebreken in een maatschappij. En dit was dan een mooi voorbeeld natuurlijk. Wat is dit ook voor een groot deel? Dit is anti-establishment enzovoort. COVID-19 was een thema, vaccinatie was een thema, Jurgen Konings is een thema geweest, de komende verkiezingen gaan een thema zijn. De energieprijzen nu is een thema waarop dat ze spelen. Eigenlijk zijn het altijd wel standaard narratieven die aangepast worden naar het thema toe waar ze van weten dat ligt gevoelig bij de bevolking. Dus dat kunnen we gebruiken om een beetje te gaan stoken. Ja. Want de Russische modus operandi is vrij complex, maar is eigenlijk, mogen we een beetje zeggen, geniaal om het zo uit te drukken. Zij weten ook van, er is ongenoegen ten aanzien van de COVID-maatregelen ten aanzien van het vaccinatiegegeven. Dat is nu eenmaal zo. Zij weten ook van, als we daar verder kunnen dat laten broeien of nog verder opstoken, dan hebben we eigenlijk wat we willen bereiken. En dat is die onderlinge cohesie in uw maatschappij proberen breken. En dan gaat het niet over de complotdenkers bereiken of de extreme antivax, maar de stille middenmassa die in de war geraakt of niet goed weet. Het is een combinatie. Ze gaan naar de hardliners en proberen een manier te vinden om inderdaad het undecided publiek, om die naar hun kant over te halen. Dat is een heel gemakkelijk iets dat ze doen en het werkt. De stroom desinformatie die binnencijpelt via sociale media heeft als doel om ieder van ons te doen twijfelen en de maatschappij onderling te verdelen.
We zijn eigenlijk in de fase gekomen van waarheidsverval. Met andere woorden, omwille van die nieuwe technologie is er zo'n informatiestorm op dit moment die gebruikt en misbruikt wordt door bepaalde groepen. Of dat dat een nazistaat of een extremistische beweging is, dat doet er niet toe. En dat maakt het heel erg moeilijk om de gewone burger nog te vragen wat is nu waar of niet. Wat is fictie, die omvolkingstheorie, of wat is een feit? De resultaten zijn... Mensen beginnen een wantrouwen of verliezen een geloof in die instituties die voorheen eigenlijk altijd waarheid aandrogen. De overheid, de journalistieke wereld, de academische wereld. Mensen verliezen daar hun geloof in. Er komt een soort vervreemdingsproces. En wat je natuurlijk ook als grote gevolg gaat gaan zien, dat is dat het politieke proces volgt, schuift ook op. Kijk, overal in de wereld, dan ga je gaan zien dat politieke partijen die meer langs de polen staan, meer aanwas kennen en dat het middenspectrum ja, echt aan het krimpen is. Dus voor mij is op momenten dat de samenleving gedepluraliseert, weer in een zwart-wit, moeten we net gaan repluraliseren. En dat doe je door taal, door een taal van nuance. Ja, er is een probleem, maar jij noemt dat omvolking. Ik zie daar geen bewijs voor van een geheim plan van de elites. Maar dat wil niet zeggen, dat moet je zeggen, dus jullie hebben ongelijk, het is van de pot gerukt, je zei de mende zeveraars. Nee, dan moet je eigenlijk gaan zeggen, ja, maar wat is het probleem dat hier eigenlijk achter zit? Die snelle demografische ontwikkeling, dat gevoel van ontwrichting, dat gevoel van, ik ga welvaart verliezen, ik heb schrik voor mezelf of voor mijn kinderen. Dat zijn reële uitdagingen waar je als samenleving mee aan de slag moet gaan. Ja goed, maar zo werken sociale media natuurlijk niet, dus hoe los je dit op? Wel, ik denk dat sociale media hebben allerlei effecten die of versnellen of het bereik vergroten. Mensen posten berichten en ik kan plotseling zien, ah, die is met dat bezig. En dan krijg je algoritmes gebaseerd op de like, de share, de retweet knop en zo verder. En welk effect hebben die zaken? Dat is eigenlijk dat daarin natuurlijk versterkende mechanismen komen. Een heel erg basale tweedeling tussen wij versus zij. Een zwart-wit kijk op de wereld. De wereld is super complex geworden. En je zit met nieuwe informatietechnologie die ons niet altijd helpt in die richting. Imran Ahmed probeert niet voor niets de Big Tech op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Hij verloor zelf een vriendin aan een complottheorie. In aanloop naar het EU-referendum over de Brexit in Groot-Brittannië werd zijn vriendin en parlementslid Jo Cox vermoord door een geradicaliseerde terrorist. I am now very sad to have to report that she has died as a result of her injuries. Her death was utterly shocking. Someone had used a homemade firearm to shoot, stab, beat her to death. And that he'd been shouting Britain first, death to traitors. And look, as with many things in life, change comes because of shame. I was ashamed because 6 months earlier, someone had told me about Britain first, saying that they were getting hundreds of thousands of likes for their crazy racist videos online. And I'd said, who cares that they've got a million clicks? We've got hundreds of thousands of members. And I was wrong because, you know, the main place where we've shared information, where we negotiated our society's values, where we even negotiated the corpus of information that we call facts, had shifted to online spaces. And I felt that, given that I'd failed to see that early on, that it was my job to make sure that others didn't, you know, that others saw it the way that I then did. Facebook, they're saying, like, we invested billions of dollars the last years in content moderation and fact-checking. They seem serious in their fight against hate speech and disinformation. Look, I tell my wife that I'm not going to eat donuts every day, and yet I am fat. So, you know, words are nothing. When they tell us they're spending billions of dollars, they're doing their utmost. When 9 out of 10 times when we report misinformation to them, when we report hatred to them, they do nothing. It's just gaslighting. It's the world's biggest corporate gaslighting scheme. Eind 2021 davert Facebook even op haar grondvesten. Klokkenluidster Frances Haugen komt naar buiten met duizenden gelekte documenten die de Wall Street Journal publiceert. Daaruit blijkt dat Facebook de gevaren van desinformatie kent, maar niet voldoende onderneemt. Haugen getuigt in heel wat nieuwsprogramma's en voor het Amerikaanse, Europese en Britse parlement. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division and weaken our democracy.
How important was the role of Frances Haugen, like coming forward as a whistleblower? She helped us to dispel all the smoke and mirrors, the lies, the misinformation coming from social media companies, saying that they were doing everything they could. And she kind of brought out their internal documents in which they admitted to themselves, we're not even doing one-tenth of what we could. And, you know, it's only because of Frances that we have the hard numbers to prove. Frances Haugen staat intussen in de VS en in Europa mee op de barricade voor betere technologiewetgevingen. Nice to meet you. I'm Tim. Hi. Ik kan haar spreken voor haar getuigenis in het Europese parlement. It took some courage to come out, to come forward. Yeah, that was the terrifying part. I can imagine, like, all of a sudden you're like known all over the world. You're like standing up against one of the biggest tech companies in the world. I saw that Facebook didn't have the will to change. Do you think that people, everyday users of Facebook and Instagram, and know what is really going on? I don't think with so. With their platform? No. Facebook knows it hides behind a curtain. Like, all we see is our individual little screen on our phone. Mm-hmm. But in reality, the real choices are all happening back here. In de aanloop naar de bestorming van het Amerikaanse kapitool is Facebook mee het communicatieplatform van de opgehitste menigte. Maar bij Facebook wordt er geen beslissing genomen om bepaalde veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld het tijdelijk stopzetten van het feit dat je live kan uitzenden op Facebook, waar het moeilijk ingrijpen is door zogenoemde contentmoderatoren. Maar er zijn nog heel wat andere kleine ingrepen die het platform veiliger kunnen maken. I think there's at least in the documents 30 or 40 very quick fixes that could be done. Right? Like, we could probably have 90% less misinformation on Facebook tomorrow in exchange for, you know, 4 or 5% of profit. Yeah, but still, why don't they do it? Why don't they do it? It's all about profit. Facebook has a culture of unaccountability. You know, they say because they've always operated behind the curtain, they've never had to own up to their decisions. And I think it's one of those things where we need to have Mark step down. We need to bring in new leadership. And we can change this. We can make a different company. But we have to have the will externally. We have to keep pushing. Would you say Mark has to step down? Mark He does Zuckerberg. Have to step down, yeah. Yeah? Volgens Mark Zuckerberg lag de verantwoordelijkheid voor de bestorming van het kapitool niet bij Facebook, maar bij Donald Trump. De sociale media gingen ons helpen om de wereld te begrijpen, ons meer inzicht te geven, meer vrienden opleveren ook. Maar dat wordt allemaal vandaag overschaduwd door een business die miljardenwinsten maakt op kap van ons en ons samenleven. En dat staat gewoon lijnrecht tegenover hoe het in der tijd allemaal begon. We staan vandaag meer dan ooit op een kantelpunt. Waar gaan die sociale media naartoe? En waar willen wij dat ze naartoe gaan? En tegelijkertijd laten we ons ook niet een beetje te gemakkelijk bespelen. Maar vooral, hoe gaan we dit bestrijden? Sociale mediabedrijven hebben ons voor de gek gehouden. Het is echt zaak dat Elon Musk zich gauw gaat realiseren dat hij Brussel regels stelt. Myanmar en Ethiopië. Hundreds of thousands of people died because people with power weaponized social media and sent out posts saying go kill them. And people did that. People killed their neighbors. Kremlin, they're spreading many narratives. But as soon as you understand that and you fight for your freedom, then of course the truth will find its way. Sociale mediabedrijven hebben ons voor de gek gehouden. Het is echt zaak dat Elon Musk zich gauw gaat realiseren dat hij Brussel regels stelt. De hele dag graven we trollenlegers op. Het zou mij niet verbazen als 40% van de gebruikers van Facebook of een Twitter nep is. Kremlin, they're spreading many narratives deliberately, so the truth is obscured. This is very dangerous. You are fake news. Fake news. Er werd ooit nog om gelachen toen Trump journalisten verweet fake news te verspreiden. Fake news leek iets van ver weg, ver van ons bed ook. Tot corona kwam en de oorlog in Oekraïne daarna. Nepnieuws, desinformatie en complottheorieën kregen ook bij ons stevig voet aan wal. Speciale военные операции. Fake news is van alle tijden. Maar door het internet is onze wereld sneller en kleiner geworden en sluipen onze woonkamers binnen via onze smartphone en die van onze kinderen. Meer dan ooit lijkt de waarheid in verval. Is dat zo? En wie vecht dan nog voor de feiten? Voor de waarheid.
de vorige aflevering hoorden we onder meer dat sociale mediabedrijven te weinig doen tegen desinformatie omdat ze er net heel veel geld aan verdienen. So social media companies, they own the market for disinformation and conspiracy theories being published. And they keep people in that world of conspiracy theories and hate. And by doing so, they've created, you know, some of the world's biggest businesses. $1 billion a year. Nice to meet you. I'm Tim. Hi. Die kritiek is niet nieuw. Volgens Facebook-klokkenluidster Francis Haugen is Meta, eigenaar dus van Facebook, WhatsApp en Instagram, wel degelijk op de hoogte van de menselijke schade die het mee veroorzaakt, maar doen ze niet genoeg. Francis Haugen lekte in 2021 duizenden interne documenten. We need to have Mark Zuckerberg step down. We need to bring in new leadership. And we can change this. We can make a different company, but we have to have the will externally. We have to keep pushing. Would you say Mark has to step down? He does have to step down, yeah. In deze aflevering bespreek ik met Francis Haugen hoe we de problemen met de platformen kunnen aanpakken bij ons en in de rest van de wereld. Want wij volgen hier op Facebook onze vrienden, het nieuws of zitten in een of andere groep, net als onze kinderen met hun klasgroepen. Maar elders in de wereld is het giftig. Daar worden Facebook en WhatsApp misbruikt om haatspraak door spek met desinformatie te verspreiden. Uit de gelekte documenten blijkt dat moederbedrijf Meta op de hoogte was van het toxische gebruik van haar apps en het etnische geweld later. Facebook's role is a breeding ground for hate speech against Rohingya refugees. Senator, what's happening in Myanmar is a terrible tragedy, and we need to do more. We all agree with that. Okay. Maar in het zuiden en het oosten gelden andere standaarden dan in het westen. Er zijn bijvoorbeeld veel minder investeringen in factcheckers die desinformatie labelen. Er is te weinig en inefficiënte contentmoderatie om haatspraak te vinden en tegen te houden. Er wordt vooral geïnvesteerd in de Engelse taal, met dramatische gevolgen. Facebook went into some of the most fragile places in the world and said, if you use Facebook, your data is free. So Facebook became the internet in some of the most fragile places on Earth. When you combine the algorithms, so the algorithms prioritize, it values content that gets reactions. So you have a fight in the comments, that's considered a really high quality piece of content because it got lots of interaction. Fights in the comments. Yeah, because it goes back and forth. Like a fight in the comments is like, right? When you have a system like that, it prioritizes, it gives the most reach, the most extreme ideas. When you combine that with the most fragile places in the world, that has serious consequences. We've had two genocides now, like two major ethnic violence instances, Myanmar and Ethiopia. And we should expect that those are just the beginning. Remember, hundreds of thousands of people died in both situations because people with power weaponized social media and sent out posts saying, these people are vermin. They're threatening you, go kill them. And people did that. People killed their neighbors. Intussen dreigt vandaag in India hetzelfde te gebeuren. Facebook en WhatsApp zijn er de apps waar haat tegen een moslimminderheid wordt verspreid. Zoals in dit filmpje dat al 3 jaar online staat en bijna 60 miljoen keer werd bekeken. Kamlesh Tiwari se zyada goliyan ma mujh mein marwaye ek ek musalman ko bata raha hu aur desh islam se mukt hoga. Rellen en lynchpartijen zijn er de laatste jaren verdubbeld. Phekiye haath se aur zara talwar uthaiye na hamare mardon ko to ye kaat denge. Volgens Haugen weet Meta dat haar apps daarvoor worden misbruikt. Maar India is Meta's grootste markt. De belangen zijn enorm. De investeringen in de veiligheid van de platformen van de grootste democratie ter wereld veel te klein. Meta laat weten wel genoeg inspanningen te doen. Facebook acknowledged their role in the Myanmar massacre. Yeah. Did they learn something out of it, you think? I think they did. Like they recognized that they had to work on things like hate speech, but they weren't willing to go the distance. And they have trouble acknowledging that they are also an amplifier and they also are an inducer. Like there's behaviors that exist in the world now that only exist because social media encourages and facilitates them. And still your story isn't about delete Facebook or Instagram or whatever. Yeah, I think social media can provide a huge amount of value. You know, it's a huge role in our societies. And we will accomplish a lot more by saying we need to make it accountable and we need to help reform it than we will by just saying, I'm logging off.
these companies are saying when it comes to legislation, any kind of lawmaking around social media, as an artificial choice between safety and freedom of speech. What is your take on that? It is a false choice. When we focus on product safety, that's things like, should you have to click on a link before you reshare it? Like, requiring someone to click on a link before they reshare it reduces misinformation by 10 or 15%. Are you censored if you have to click on a link? I don't think so. No. But Facebook doesn't want to talk about those things because they all cost little slivers of profit. Their profit goes down 0.1%. But we get 10% less misinformation. Okay. Right? So it's an artificial choice. It's an artificial choice. It can be done. It can totally be done. No! Dat lijkt allemaal ver van ons bed, maar dat is het niet. Dit is Leicester in Engeland, op 2 uur rijden van Londen. Daar kwam het onlangs tot rellen tussen hindoes en moslims. Haat overgewaaid vanuit India via sociale media. I will not stop fighting until we fix Facebook. Because I don't want to live with my conscience and that 10 million, 20 million people died over the next 20 years. In the end, coming forward was really worth it then. I can sleep at night. So I think it's worth it. You can't sleep. Yeah. Ryssland har invaderat Ukraina. Vladimir Putin has ordered what he calls a military operation into eastern Ukraine. L'opération a surpris par son ampleur. Le mot guerre est sur toutes les lèvres. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Eind februari 22. Het is oorlog in Oekraïne. Maar in Rusland horen mensen een heel ander verhaal. Het gaat om een speciale militaire operatie. In tijden van oorlog is het eerste slachtoffer de waarheid. De informatie is uiteraard aan beide kanten gekleurd, zeker online. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Deepfake video's, beelden uit computerspelletjes, oorlogspropaganda, complotverhalen over nazi's of geheime Amerikaanse biolabs. Biologische laboratoria. Iedereen kan zien hoe desinformatie ook een wapen wordt. Maar aan het virtuele front staat ook een heel leger digitale soldaten klaar om de waarheid te achterhalen en te beschermen. We zijn in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Fenomenaal uitzicht. Maar tegelijkertijd zitten we hier wel aan de frontlijn van de desinformatieoorlog, om het zo te zeggen. Omdat mensen hier al decennia lang worden geconfronteerd met desinformatie, voornamelijk afkomstig natuurlijk uit Rusland. Er is net een pro-Europese betoging in de stad met meer dan 100.000 mensen. Als voormalig Sovjetland voelt Georgië zich meer dan ooit bedreigd. Russia start wars against neighbors. So I'm Russian. You are Russian. Yes. You live in Georgia. I come here after February this year because I can't live there. I can't live between killers. Ik ontmoet hier ook Sopo Gelava. Who is organizing this? These are the people who understood that Russia is a threat, who understood that they have to the European Union and to be the member of the Western society is this way. And as soon as you understand that and you fight for your freedom, then of course the truth will find its way. Vechten voor vrijheid is hier ook vechten voor de waarheid. Hier in Georgië gebeurt dat onder meer met wapens als computers en sociale media. Sopo Gelava is daarin een van de beste. You see yourself as a fighter in some IT army? Yes, because like I don't see myself physically strong person who can deal with Russians physically. So in this era of technology and information, for me fighting disinformation is one of the battlefields. So this is my way how I can defend myself, how I can defend my family, how I can defend my country. So yes, that's how I found myself. What is a digital Sherlock doing? This is being a detective, which was really my dream. Sopo is een van de krachten in een wereldwijd netwerk dat OSINT gebruikt. Dat staat voor Open Source Intelligence Tools. Online gereedschap dat helpt om de waarheid te achterhalen. Een voorbeeld. Volgens het Kremlin werkte het officiële coronabeleid zeer goed. Tot online een foto opduikt met een lange rij ambulances die het tegendeel aantoont.
Sopo toont me hoe ze via OSINT die leugen van het Kremlin kon doorprikken. Gewoon door de lengte van een rij ambulances te meten. At some point we saw the online pictures which appeared online and the description said that like dozens of ambulance cars are stuck in the line so they want to get to the hospital and people are not really able to get to the hospital. And now this post with these images contradict with the official messaging of Moscow, right? So open source intelligence gives you an opportunity to verify this type of information and also expose who is lying. So the first thing we do is to try to identify the location of these images. So one of the users on Facebook posted that this is the Federal Clinical Center for High-Tech Medicine, which is located near Moscow. So this is a good starting point where to start your investigation. So you use this function, Google Street View. And now we need to do the matching, the lighting poles, the fence, the signs of the road, and we see the same stuff here. And we check that the average length of this vehicles is 5.5 meters. And then the Google Maps allows you to measure the distance from A to B. So it's around 360 meters. So we found that around 60 vehicles were stuck in this place from the footage spot to the entrance of the hospital. So what is this case telling you? This is just in the suburbs of Moscow, one minor hospital with this huge problem. And then we saw that like hundreds and thousands of comments appeared. So of course that demonstrates like this huge propaganda and disinformation narrative that they are first in creating the vaccine, first and pioneers in dealing with the pandemic like very well, and they are first in everything, etc. So this is like hiding in plain sight because they're saying one thing, but then open source information, which is like here, like it's in front of us, it's available for everyone. This contradicts the official narrative. Dit lijkt zo banaal. Van aan je keukentafel leugens ontmaskeren op je eentje. Maar wat Sopo doet, doen honderden mensen wereldwijd. De waarheid online opgraven. Zoals dit voorbeeld. Een Russisch gezinde journalist beweert dat Oekraïners een Russische militair wilden opblazen met een bom, maar miste en burgers doden. In scène gezet, zo ontdekten digitale speurders. De lijken blijken rechtstreeks uit een mortuarium te komen en daar gelegd te zijn. De auto komt van een autokerkhof en vertoont geen sporen van een recente explosie, wel van kogelgaten. We really try hard to not to give up, especially when we're talking about, for instance, Russian war crimes, because it's impossible to give up. It's like bigger cause, so you need to fight for that truth. And we might ask for other investigators for help or do the crowdsourcing of information. The Sherlock community is huge all over the world. Alles wat online te vinden is, kan ook ooit dienen als bewijsmateriaal voor een internationaal strafhof. Zoals bijvoorbeeld de oorlogsmisdaden in Bucha. Bewijsmateriaal wordt nu dus ook tijdens de oorlog online verzameld en onderzocht. In this case we need everything, from the video footage, from the images, eyewitnesses on the ground, people who experience everything, and then we try to collect, store, analyze and prove and document that Russia is committing war crimes in Ukraine. We know that Russia is denying and will deny everything. We're showing the facts to them. They're saying, no, it was not us. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям. Russian tactics is to deny everything. There is fact, there is opinion, there is truth. Fact is not an opinion. And Russia committed massacre in Bucha and war crimes and not the Ukrainians. So one is fact and another is disinformation. You cannot have two truths. It's impossible that both statements are true, right? And this is like, I hate that thing that maybe everyone has it's their own truth. It's impossible. This is the
But I don't know, the major success of Kremlin disinformation and propaganda that we're questioning everything in that regard, that it is possible that Russia has its own explanation and maybe has its own justification of war. That is their main goal, like to have people doubt. Exactly, and maybe this is the major change since KGB and how KGB disinformation worked. So if at that time in 80s they targeted solely US and they wanted other nations to doubt US, here of course internet changed everything and they can achieve many and target many, many societies and many people. They're like polluting the information space, so people are confused. They're spreading many narratives deliberately, so the truth is obscured. Poetin snoerde onlangs elke mogelijke kritische stem met een nieuwe zogezegde fake news-wet. Al wie de waarheid van het Kremlin niet spreekt, riskeert tot 15 jaar cel. Они суровые. На кону безопасность страны, жизни наших граждан, граждан. Het is de doodsteek voor alle onafhankelijke media. De zogezegde speciale militaire operatie in Oekraïne kan door niemand in Rusland meer genoemd worden wat het echt is: een oorlog. Journalisten worden meer dan ooit vijanden van de staat en velen moeten vertrekken. Want wie de waarheid wil verkondigen, kan haast niet anders dan dat vanuit het buitenland te doen. Ik heb afgesproken met Tatjana. Tatjana is een Russische journaliste, werkt al meer dan 20 jaar lang voor de onafhankelijke media, is dus kritisch voor het Kremlin. Vorig jaar plots werd ze bestempeld als een foreign agent, een spion, zeg maar. Ze kon haar werk nog doen, maar dan kwam er begin dit jaar die fake news wetgeving van Poetin. En op dat moment zag Tatjana eigenlijk geen andere uitweg meer dan Rusland te ontvluchten, omdat ze gewoonweg dreigde in de cel gegooid te worden. Когда я переходила границу в Грузии, то наши ФСБшники, наши, они меня, ну, спрашивали, каково быть, ну, вот как вы практически, каково быть иностранным агентом, так далее, как я отношусь к российской политике, то все. И когда я уже потеряла терпение, я говорю, ну, что вы ко мне пристали, я простой журналист. But all of a sudden you get this label as a foreign agent. How did that go? Ну, это просто технически даже. Жизнь становится очень сложной. Потому что ты каждые три месяца должен давать отчет. Вот отчет подробный о том, обо всем, что ты потратил. Вот у тебя есть эти траты? Вот мне помогает младший сын, он все это на калькуляторе считает. Мы заполняем форму Excel 43 страницы. Это читается как враг народа. Ну и шпион, конечно, тоже. Татьяна пост vaak en veel op Facebook. Elke keer moet ze er van de Russische overheid wel een disclaimer bij zetten. Daarin moet ze zeggen dat ze een buitenlandse agent is en schadelijk is voor de Russische staat. So you have to put this on Facebook? Yes, yes. Or yes. Otherwise? Every time. Если я все равно, если я даже покидаю страну, они все равно назначат мне один штраф, потом второй штраф, потом будет уголовное дело до 2 лет лишения свободы. Хорошо, я здесь, но они могут арестовать мое имущество, и я лишусь своей квартиры. Это для меня невозможная ситуация все-таки. Ook de grootste Russische onafhankelijke nieuwszender met een bereik van 16 miljoen Russen, TV Rain of Dosht, moest uit de ether. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир. Как, где, на каких платформах, мы пока не знаем. И как это все будет. Hoofdredacteur en journalist Tichon Tjatko vluchtte hals over kop met zijn gezin naar Georgië om van daaruit verder te kunnen werken. It became absolutely impossible to work in Russia because even for calling the war war and not the special military operation as it's called on official ground, you could face up to 15 years in jail.
And when we started to receive more and more threats, we received the information that special forces were going to search our office. We understood that it was the end. It was over. Yeah. What are you doing right now? We decided that some of our journalists launched their own YouTube channels, and me and my wife as well. She's our news director at TV Rain, and we continue to reporting about what is happening in Russia and in Ukraine. And the main thing is that now we are planning to the relaunch from four different studios in Europe, and we continue doing what we've been doing over the last 12 years. When you're rebuilding Rain TV, how do you get information into Russia? It's not safe for the journalists to work in Russia, and we're thinking now about building the network of anonymous sources. The second challenge is to how to deliver information in Russia, since a lot of websites in Russia are blocked, such as Facebook or Twitter or Instagram. But I'm sure that the mind of tech people is always stronger than the ideas of politicians to not letting people get the real information. So you think you can actually reach some people with this information? Yeah, absolutely. Yeah? 55% of our audience is from Russia. During the last days of TV Rain's broadcasting, we had 25 million views per day, which is crazy, but which proves that the request to the independent information in Russia is very, very high. Ook Tatjana blijft manieren zoeken om de Russen nog te informeren, zoals met haar online Georgische dagboek. Ook hier op de markt is de invloed van Rusland, vooral op de oudere generatie, nog tastbaar. Maar de oorlog heeft de blik op Rusland ook vertroebeld. Как на войну смотрите? Плохо. В каком смысле? Не надо. Грузины очень боятся этого. И Первый канал, и Рустави 2, и, не знаю, все каналы. Очень люблю этот РЕН-ТВ и Планета РТР, лишь бы войны не было. А если она смотрит российское телевидение, то я думаю, что, конечно, ее картинка мира искажена совершенно точно. И когда я ее спросила, а разве она не знает, что русские каналы врут, я вижу, что она не считает так. И это меня очень настораживает. How did you see this disinformation like evolving through the years? I think that West is missing that Putin is not a problem of Russia and of Ukraine. Putin is a problem of the world. They are just trying to put more and more doubts in the minds of the people. Like all the politics are dirty, all the structures like EU or UN or NATO, they are fakes, so that they do not trust anyone. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now look at you, to need to see. How are you at the moment? Самый тяжелый момент был, конечно, момент расставания с Серафимом, с младшим сыном, которому 18 лет. Он сказал, что он не чемодан, его невозможно взять со мной просто так. Вот я думаю, что когда эта власть упадет, или, по крайней мере, сильно преобразуется, тогда я смогу вернуться. Я сделаю это немедленно, как только мне перестанет угрожать тюрьма. Ook bij ons slaan mensen digitaal terug. Net over de grens in Breda is Peter Lahoes, geboren in Brugge trouwens, dag en nacht bezig met de oorlog in Oekraïne. Dag Peter. Hey. Hey. Hallo. Goedemiddag. Je was al druk bezig op je telefoon. Ja, zeker. Ja, maar je bent wat ze noemen een human hacker. En dat komt nu van pas toch wel bij wat je nu doet. Oorlog Oekraïne-Rusland. Ja. Maar in eerste instantie
herken ik dat, ethische hackers, die eigenlijk vroegen van, hey, kunnen jullie iets betekenen of kan jij iets betekenen in die oorlog? Nou ja, toen ben ik daarover na gaan denken, want ik wil natuurlijk geen strafbare feiten doen. En wat doe je dan? Ik dacht van, misschien moeten we iets verzinnen waarbij iedere burger mee kan doen om die desinformatie enigszins een halt toe te roepen. Of in ieder geval om mensen bewust te maken in Rusland van, hey, jullie horen niet helemaal de waarheid. Kan je me zo eens een aantal voorbeelden tonen wat je doet? Peter heeft een computerprogramma gemaakt waarmee hij onder meer massaal berichtjes verstuurt naar mensen in Rusland met de uitleg wat er echt aan de hand is in Oekraïne. Digitale pamfletten. Over Rusland. Zoals vroeger vliegtuigen die overvlogen en pamfletten droppen. Ja. Doe jij dat digitaal? Ja. Hoe doe je dat dan? Nou ja, dan ga je een berichtje versturen. In dit geval hadden we gekozen voor WhatsApp. Klik je op WhatsApp. Kijk, en nu staat het berichtje hier klaar. Ja. Met dat nummer, nou, dat is blijkbaar een meisje. En dan verstuur je dat. En dan krijgt die persoon een berichtje. Dus nu heb je dit verstuurd naar een... Ik weet niet wie het is. Ja, het is een profielfoto van, het lijkt een Russische vrouw. Ja, kijk, en hier heb ik bijvoorbeeld een voorbeeldje van iemand die reageerde. Hallo, Rusland is Oekraïne niet binnengevallen. Het beschermt ons tegen het nazisme en de burgers van Donbass. We leven heel goed in Rusland. Nou, dat krijg je dus terug. Van een... Russische persoon. Ja, maar het verhaal van... Poetin beschermt ons tegen de nazi's, komt hier dan meteen terug. Ja, je ziet het, hè? En dat is gewoon random. Hè? Het is niet uitgekozen, want het is gewoon uit een database. Je verstuurt het en je ziet hoe ingebakken het zit. Hè? Nou, dan stuur ik vervolgens weer een uitgebreid berichtje over een Russische moeder die vertelt wat die oorlog daar... Ja, wat het eigenlijk is volgens haar zoon die dat is geweest. En dat stuur je dan op een gegeven moment? Dat stuur ik door. Probeer het een gesprek op gang te krijgen en dan dit. Ja. Als iedereen dat nou doet, dan hoop je dat dat... Weer mensen denken van, ja, hey, dat is niet helemaal waar, meneer Poetin. Heb je het gevoel dat je hiermee een verschil kan maken? Ik heb daar best wel veel reacties op gekregen. Kijk, en op 29 maart kreeg ik te horen dat er al 50 miljoen berichtjes waren verstuurd. Dat is maanden geleden toen al. Ja. Daarbovenop probeert Peter ook Russische websites die volgens hem propaganda verspreiden onbereikbaar te maken door er net massaal veel servers naartoe te sturen. Vergelijk het met een file naar de kust in de zomer. Alles gaat trager. Al kan je je ook wel afvragen of deze acties en de WhatsApp-strategie wettelijk zijn. Is dat niet gevaarlijk dat jij jouw land meeslurt in de oorlog? Waar we nu proberen toch min of meer van af te blijven. Dat is ook zo. Dus daarom moet je er goed over nadenken. Ja, en we kunnen allemaal discussiëren en niks doen. Maar ik hoop dat we toch een aantal mensen kunnen laten inzien dat het niet helemaal is zoals het voorgeschoteld wordt. Poetin is wel time, moet ik zeggen. Hij zit er nog steeds. Terwijl op TikTok de Ghost of Kiev, een onbestaande mythische gevechtspiloot, mee in de lucht wordt gehouden door de Oekraïnse propagandamachine, draaien in Rusland trollenfabrieken overuren. De meest bekende trollenfabriek is het Internet Research Agency dat in 2016, in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, mee desinformatiecampagnes heeft opgezet. Vandaag lijkt dat Internet Research Agency mee te zijn opgegaan in een andere, nieuwe trollenfabriek, Cyberfront Z. Samen met een tolk praat ik met Xenia, een Russische undercoverjournaliste die daar een dag als troll doorbracht. How does a day in the life of a troll looks like? День работы тролля начинается в 9 утра. Всего за день нужно написать 100 комментариев. Собственно, там было несколько направлений, где можно было оставлять комментарии, что-то писать. Вот это, например, место, где я работала. Ну, как вы видите, действительно, вот именно этот кабинет с виду и не похож на какую-то фабрику троллей, да, просто сидят ребята на пуфиках и что-то, казалось бы, в милой атмосфере делают. Но вот соседний кабинет выглядит уже вот так вот, то есть тут висит флаг с буквой Z и подписью «Своих не бросаем». В основном это были студенты, но да, для большинства из них это возможность быстро что-то заработать. You had a team leader or somebody else who was giving you instructions or saying what you had to do or... Про стратегию. Нам объяснял куратор наш, он бросал ссылки в чат, и это были ссылки
либо на какие-то каналы, связанные с, допустим, видео, где публикуют, не знаю, разрушенную российскую военную технику. Под этими видео нужно было писать комментарии о том, в чем мы не согласны. Например, под выступлением Владимира Путина нужно было постить российскими флагами, вот этими вот эмодзи, букву Z. Is it like to spread a certain narrative in Russia or to the whole world? Да, я думаю, что цель скорее воздействие на граждан русскоговорящих, читающих и пишущих по-русски. Meer nog dan het werk wou Ksenia weten wie er achter de fabrieken zit. Dat lukt onder meer door telefoonnummers van mensen van de fabriek bij te houden en het netwerk in kaart te brengen. Ksenia vindt inderdaad linken met het Internet Research Agency, jaren geleden opgericht in Sint-Petersburg door Poetins rechterhand, de gevreesde Yevgeny Prigozhin. Dezelfde man achter de Wagnergroep, een groep huurlingen actief in Syrië, Afrika en Oekraïne. Maar Prigozhin is dus ook zeer bedreven in de beïnvloeding van sociale media over heel de wereld. Людей, которые раньше работали в тех компаниях, которые попали под санкции за историю с воздействием на выборы США. So are you saying that there is a connection between the Internet Research Agency and Cyberfront Sets, or how do I have to understand that? Я думаю, что корректно говорить о взаимосвязи. Сами они отрицают то, что это одна и та же организация, называют это додумкой журналистов, плюс пресс-службы Евгения Пригожина любят судиться с, ну, или заявлять о том, что его юридическая служба подаст в суд на те или иные медиа, поэтому я бы говорила достаточно аккуратно о том, что такая взаимосвязь прослеживается. Je hebt trollenlegers en je hebt trollenjagers, zoals Robert van den Noorta, ooit lid van de Baltische Elfen, een anonieme groep trollenbestrijders. En vandaag heeft hij daar een eigen bedrijf in. Hey, wat goed. Ja, Hollandser dan dit krijg je het niet, hè? Nee, dus de sloot en het groen. Ja, een heerlijke plek. Je zit meestal wel binnen. Ik zit meestal binnen, inderdaad, ja. Klopt. Elke dag te vechten tegen desinformatie, trollen, fake news en weet ik veel wat allemaal. Inderdaad, ja. De hele dag graven we trollenlegers op. Turkse trollen die Nederlandse politici aanvallen, et cetera, et cetera. Ja. Zot zeg. Ja, dat heeft wel een vlucht genomen. Trollrensics wordt intussen ingeschakeld door media, overheden en internationale veiligheidsinstanties. Hun software loopt dag en nacht om trollenacties bloot te leggen. De kern is dat we software ontwikkelen om op social media hele grote dataonderzoeken te doen. Dus bijvoorbeeld op TikTok, op Twitter, YouTube, dat soort kanalen. En dan sporen we dus onder andere hele grote trollenlegers op. Dus... Wat zijn jullie aan het doen nu? Of, Op dit moment zijn we aan het kijken naar een netwerk van, zo te zien, Chinese trollen. Die overduidelijk ook bezig zijn met het verspreiden van pro-Russische propaganda richting de westerse wereld. Maak even mee, kijken. Ja, natuurlijk. Ja? Hoe begin je daar in godsnaam aan? Ja, je begint bij het kijken naar bepaalde accounts die opvallend gedrag vertonen, waarvan je denkt van nou, het zou misschien kunnen zijn dat die likes wel heel erg kunstmatig tot stand komen. Rare verhouding tussen het aantal volgers en het aantal, de hoeveelheid aandacht die ze krijgen. Dus Meng Yang, 1, 2, 3, 4. Ja. Is waarschijnlijk niet het leuke meisje op de profielfoto. Ja. Nee. We begonnen met 13.000 van die trollen. En toen gingen we graven. Ik weet niet, tienduizenden liep het op een gegeven moment op. Ja, tegen de 50.000. 50.000 Chinese trollen die jullie gevonden hebben die pro-Russische propaganda verspreiden om een topic trending te maken en dus over de tongen laten gaan. Ja, dat is dan pro-Russisch, pro-Chinees, anti-Amerikaans, anti-Oekraïns, anti-Taiwanese. Duidelijk alle belangen die China blijkbaar in de wereld heeft, die worden op die manier aangescherpt. Dit is wel, laat op een hele leuke manier zien dat al die Chinese trollen hetzelfde doen. Dus we hebben hier een account. De eerste tweet is geblokt, want die is van Russia Today. De volgende
is van die Lian Zhao. En de derde is Canada. Maar dan let op, dan hebben we de volgende Chinese troll. En die tweet weer Russia Today. Dan weer die Lian Zhao met datzelfde plaatje. En weer die Canada. Zo zijn ze allemaal. Duizenden van dit soort accounts pushen. Dus het laat heel mooi zien dat het echt een leger is die allemaal hetzelfde doen. Ja. En dit zijn echte mensen die hierachter zitten? Of zijn dit automatische robots, bots? Nee, dit zijn echte mensen. En zo proberen Chinese trollenlegers eigenlijk via de smartphone bij ons binnen te dringen in Nederland, in België. Ja. Je zag dat met die aanval op Zaventem Airport toen. Toen zag je dus dat die Russische trollen in Sint-Petersburg, die gingen toen ook duizenden tweets sturen, echt die haat richting migranten opwekken. Je moet niet willen dat mensen uit Syrië je land inkomen. En dan zie je dus dat die mevrouw heeft een leuke Amerikaanse naam, Emily Baldwin. En ze zit in de Verenigde Staten. Maar dat is dus in werkelijkheid helemaal niet iemand in de Verenigde Staten. Dat is iemand die zit in een gebouw in Sint-Petersburg. Proberen echt een gevoelig onderwerp in de maatschappij proberen ze erg uit te vergroten. Tijdens de Nederlandse verkiezingen speurde Robert naar buitenlandse trollen die de verkiezing probeerden te beïnvloeden. Er verschenen neppeilingen op Twitter en nagemaakte campagnebeelden. Als Robert die vond, rapporteerde hij dat en werd alles verwijderd door de sociale mediaplatformen. Op het moment dat we dan iets hadden, van het trollenleger of een andere groep waar bijvoorbeeld politici bedreigd werden, werd het meteen gedelete. Meteen. Dus het kan prima. Maar waarom gebeurt het dan niet massaal? Nou, ik denk dat het grootste nadeel voor die partijen is, het zijn beursgenoteerde bedrijven en het aantal gebruikers van dat platform. Als je dat in één keer voor een enorm deel gaat deleten, het zou mij niet verbazen als 40% van de gebruikers alleen al op een Facebook of een Twitter, als dat nep is. Ja, dan zou dat aandeel op de beurs zo in elkaar storten. Dus ik ben eigenlijk diegene die dat bedrijf komt afbreken, zou je het kunnen zien. Ja. Zijn er andere machten in deze wereld die even bedreven zijn in het verspreiden van propaganda en desinformatie zoals Rusland? China is denk ik de allergrootste op dit moment op de planeet. Gebouwen vol, echt. Gebouwen vol. Ja. Maar wat kan je als maatschappij daartegen doen als je een trollencampagne over je heen krijgt? Wat ik een hele belangrijke vind is dat het is ergens vaak een aanval op je democratie. Ik denk dat het heel belangrijk is om te laten zien dat er een hoop nepnieuws is. En ook mensen te behoeden daarvoor dat ze dat gaan geloven. Dus ik denk dat er nog een hoop te doen is. Als je echt zorgt dat kinderen opgeleid worden op dit gebied. Dus die mediawijsheid. Wat is nou, wanneer is het nou nep? Wat is het gevaar van nepnieuws? Dan maak je heel je land eigenlijk veel weerbaarder tegen dit soort disinfo. In het onderwijs beseffen ze dat het nodig is om jongeren de minder vrolijke kant van de sociale media te leren kennen. Maar het structurele aanpak is er nog niet. Hier in Lokeren, in het Technisch Atheneum, kregen de zesdejaars wel al een weekje mediawijsheid. Als jullie 's morgens opstaan, het eerste wat jullie doen is... Gas aanpakken. Echt? Ja. Hoeveel uren per dag zitten jullie op sociale media? Ik denk sowieso 6-7 uur of zo. Ik sta in de les of zo soms. Of niet meer. Ik zit er echt veel op. Ik kan er niet meer zonder. Ik kan er echt verslaafd aan, denk ik. En wat zijn zo de apps die jullie het meest gebruiken? Instagram, TikTok. Ik kom meestal op Snapchat en TikTok. Snap, Insta en TikTok. Twitter gebruik ik af en toe. Snapchat, TikTok. En soms Facebook, dus 5 apps. En als het over fake news gaat, hoeveel fake news zien jullie? Veel, echt veel. Je ziet dat wel vaak voorkomen. Van Oekraïne, dat die mensen acteurs waren. En dat Rusland zo'n atoombom op die dag ging afsteken. Dat proces met Johnny Depp en Amber Heard. Is fake news in de klas een probleem? Ik vind van wel. Ik heb al heel vaak leerlingen gehad die blindelings bepaalde feiten voor waar aannemen. Dus heel vaak krijg je bepaalde berichten binnen van betrouwbare bronnen
die zij dus niet geloven. En omgekeerd ook, dat ze andere berichten wel geloven die eigenlijk niet te betrouwen zijn. 30 gewonden bij een aanslag in Berlijn. Weet wel wat de exacte plaats was? Ergens in Charlottenburg, dacht ik. Hebben we eigenlijk al een verklaring van de politie? Nee, nog geen verklaring van de politie. De man is gearresteerd, of de autobestuurder. Amra, heb jij toevallig beelden van die arrestatie die rondgaan of zo op sociale media? Veel nieuwsorganisaties maken nu onder meer gebruik van zogenoemde fact-checks, waarbij claims, uitspraken, gebeurtenissen, zeker online, extra gecheckt worden op hun waarheid. En ook VRT Nieuws heeft zo'n gespecialiseerd team. En je ziet echt de verschillende initiatieven uit de grond schieten als paddenstoelen, want de strijd tegen desinformatie is natuurlijk ongoing. Fact-check Vlaanderen, de checkers, mediahuizen die samenwerken, maar ook op een ander niveau. Bijvoorbeeld een heel nieuw cybercommand-team bij de militaire inlichtingendiensten. En ook de politiek heeft de strijd ingezet. Sinds kort is er een nieuwe wet, de Digital Services Act. En die wet moet een kader bieden om sociale mediabedrijven te reglementeren en om desinformatie te bestrijden. Het is de eerste wet in haar soort en alle ogen zijn nu op Brussel gericht. The EU has put forward, to his disadvantage, the Digital Services Act, the Code of Practice, dozens of initiatives on media literacy, on free journalism. Dit is Europarlementslid Bart Groothuis. Hij bestrijdt desinformatie al langer met alles wat hij wettelijk kan. Meneer Groothuis, goedemorgen. Aangename kennismaking, Tim. Ja, Bart Groothuis. Bedankt dat we even mogen praten met elkaar. Ja, heel geweldig. U staat echt op de barricade tegen desinformatie. Zo is het. Echt? Ja, zo is het al jaren. Ja, er kwam een tijdelijke commissie, daar heb ik ook echt op geïnstigeerd dat die zou komen. Die onderzoek zou doen naar hoe groot is de desinformatie, hoe groot zijn die campagnes in Europa, wat is het probleem eigenlijk? En een van de dingen die je dan al snel leert, is dat je eigenlijk weet, wij weten niet precies hoe groot de omvang is van Russische trollenfabrieken. Of met de Brexit, met Trump. Omdat we niet precies weten hoeveel informatie naar welke mensen, welke kwetsbare groepen zijn gestuurd. Die data hebben wij niet. Dus we maken nu wetten, en mijn amendementen dragen daartoe bij, om die data publiek te krijgen, althans voor specifieke onderzoekers. Dus als je een domme beslissing neemt, zoals de Brexit, dan weet je tenminste, hebben we dat zelf besloten? Of heeft Rusland daar een hand in gehad? Ja, kan je dus heel concreet maken wat er eigenlijk allemaal achter de schermen gebeurt, wat we niet zien? De Russische trollfabrieken bijvoorbeeld, die proberen hier onze manier van denken te beïnvloeden. En de Chinezen hebben gedacht tijdens COVID, dat is toch gek toch niet? Want we hebben een eigen medicijn. We kunnen laten zien hoe zwak het Westen is. Dat is gewoon kwalijk gebleken voor onze samenleving en maatschappij. En daarnaast beïnvloedt het hoge ambtenaren. Het beïnvloedt de manier hoe we denken. Er worden heel specifiek worden de mensen getarget om anders te gaan denken over zaken. En daar wil ik tegen gaan. We moeten hier zo snel mogelijk een veel groter politiek probleem maken van wat we noemen elite capture. Gerhard Schröder, die werkt voor Gazprom. François Fillon, die dat doet. Oud-minister-president in Finland, die werken voor Russische bedrijven, maar ook voor Chinese staatsbedrijven. Het beïnvloedt de manier hoe we strategisch soeverein kunnen denken. We zijn volledig afhankelijk geworden van Russisch gas en het heeft te maken met een breed fenomeen, elite capture. Oud-ministers, oud-minister-presidenten die voor andere staatsmaatschappijen van autoritaire landen gaan werken. Bent u zelf wel eens belobbyd geweest? Ja. Door oud-ministers. Ja. Voor welke bedrijven? Nou, bijvoorbeeld voor Huawei of voor andere bedrijven, Chinese bedrijven. En daar heb ik wel moeite mee. Ja, maar ik vermoed dat niet iedereen mee is in die filosofie. Want je zit nu eenmaal met de opkomst van extreme partijen van links tot rechts. Die misschien wel profiteren van de chaos. En misschien wel kijken naar Rusland en China. Hoe gaan we daarmee om? Ja, wel, een van de dingen die mij heel positief meeviel was hoe allerlei extreem rechts en extreem linkse Poetin-liefhebbers toch een keutel introkken en die oorlog niet langer steunen. Maar dat betekent niet dat het gevaar weg is. Zij, zeker extreem rechts, maar ook extreem links, hebben banden met Peking, hebben banden met Moskou. Zien we hier ook in het parlement. In juli 2022 werd de Digital Services Act gestemd, die nu een kader zal scheppen voor alle sociale mediaplatformen. Aangenomen. De wet moet er onder meer voor zorgen dat sociale mediaplatformen inzicht geven in hun algoritmes en het effect dat hun bereik heeft.
Gaat Mark Zuckerberg zich plooien en de anderen naar de DSA? Dat zal moeten. En niemand kan zich onttrekken aan die DSA. Het is net met tanden. Daar kun je echt een forse boete opleggen van 6% van de jaaromzet. En het is echt zaak dat Elon Musk zich gauw gaat realiseren dat hier Brussel regels stelt. Het belangrijkste is dat we hebben gezegd alles wat illegaal is online, offline, wordt nu ook illegaal online en niet meer. De vrijheid van meningsuiting blijft gegarandeerd. Hoe afdwingbaar is het allemaal? Want je kan ook zeggen, het zijn privébedrijven. Kijk, het gemak waarmee zij een advertentie verkopen en u bijvoorbeeld een horloge of uw schoenen verkopen online, met hetzelfde gemak wordt een politieke advertentie verkocht. Dus het zijn niet helemaal marktpartijen. Het zijn ook mensen, bedrijven, platforms, die onderdeel uitmaken van onze publieke ruimte. Want sterker nog, ook verkiezingen worden gemaakt en geschapen in die digitale ruimte. Dus ze zijn onderdeel van de publieke ruimte en ze zullen zich aan democratische standaarden moeten aanpassen. Zeg je nieuws? Hoe volgen jullie nieuws? TV. Ik kijk niet meer naar tv. Ik kijk op mijn gsm. Op Instagram zo nieuws. Ja. Daar doen ze ook heel vaak fake nieuws helpen verdwijnen. 8-7 uur 's avonds met mijn moeder naar televisie kijken. Ik heb zo beste nieuws. Halen, zo die Halen, app. Ja, ja. Halen, app. En op Insta heb ik Semokro en die plaatst ook wel echt zo heel veel nieuws. Semokro? Ja, en dat is een jongen die al jaren bezig is met memes te plaatsen en echt nieuws van VTM of zo op Halen. En dan legt hij daar nog uitgebreid uit. Amai, 863.000 volgers. Ja. Dat is voor jou, dan zeg je, hier haal ik mijn nieuws vandaan. Ja, of van Facebook. Heel veel leerlingen hier op school hebben ook heel andere nieuwsbronnen dan mezelf bijvoorbeeld. Bij hen is dat heel vaak meer social media. En heel veel bronnen op social media zijn niet altijd betrouwbaar. Dus mediawijsheid, dat is wel iets dat al een beetje in vakken als Nederlands hebben geschiedenis verwerkt zit. Maar ik denk dat het wel zeker nog beter kan. Je kunt eigenlijk nooit kritisch genoeg zijn. Jullie hebben een projectweek gehad rond mediawijsheid. Wat was dat dan? Ja, over nepnieuws. Ja, en hoe dat je dat moet herkennen. Je moet kijken naar van waar dat die nieuws komt en wie dat die nieuws heeft geschreven. Bron. Ja, bron. En daaruit kun je eigenlijk zien of het waar is of niet. De eerste zaadjes om desinformatie te bestrijden zijn hier al geplant. Maar dat is nog niet overal zo. Dit is de Humo van een paar weken geleden. Er was meteen een lezersbrief die mij opviel met de titel Nepnieuws, geschreven door Hamoud. Die zegt, wij krijgen 1 uur ICT per week, we leren grafieken maken. Maar denken nu echt dat wij daar leren hoe we dat wij fake news moeten herkennen? Het wordt tijd dat we daar dringend als jongeren mee omgaan. Het was een hele scherpe lezersbrief en ik heb meteen de telefoon genomen. Ik zit in het vijfde jaar van het gemeenschapsonderwijs. Daar krijgen we 1 uur ICT per week. In die lessen maken we alleen brochures of grafieken. Wie denkt dat we er met fake news leren omgaan, is goedgelovig. Over 2 jaar wordt van ons verwacht dat we gaan stemmen. In tijden waarin de meeste jongeren hun nieuws halen van sociale media, zijn we kwetsbaarder. 1 gratis account en 1 druk op de knop en je kunt al net nieuws verspreiden. Moeten we dan maar hopen dat we daarvan gespaard blijven? In plaats van Russia Today te bellen, beste politie, kunnen jullie ons beter leren hoe we de leugens kunnen herkennen en weerleggen? Waarom heb je dit geschreven? Door de oorlog van de Oekraïne begonnen mensen al te denken van ja, we moeten iets doen tegen fake news van Rusland enzovoort. En toen kwamen ze met het idee van Russia Today te bannen enzovoort. En ik dacht van, dat is een slecht idee. Want eigenlijk is dat niet het grootste gevaar, maar eerst het social media enzovoort. Maar natuurlijk, je kan niet elke keer al die duizenden accounts dagelijks bannen. Dus dacht ik van, is het niet beter dat we jongeren al vanaf jongs af aan leren hoe ze fake news en propaganda moeten herkennen? Dan denk ik van, dan stel jij vast eigenlijk dat je misschien ook of jouw vrienden dat niet kunnen herkennen. Ja, ik denk het wel. Ik ken al vrienden die nog steeds denken dat coronavaccin nep is enzovoort. Maar sowieso denk ik dat de meeste van ons ook fake news onderschatten. En dat mensen ook meestal denken dat wij al zo opgegroeid zijn met social media enzovoort. En dat wij dus eigenlijk tenminste slachtoffer zijn daarvan. Ja. Terwijl, als ik jou dan goed begrijp, dat je zegt van eigenlijk zijn wij de grootste slachtoffers. Ja, omdat wij het meeste social media zijn. Als we dan zo eens gaan uitzoomen, hoe gevaarlijk vind jij
fake news en desinformatie en complotdenken en weet ik veel wat allemaal voor jongeren in het algemeen. Ik denk dat het wel gevaarlijk is. We gaan over een jaar of twee moeten stemmen, bijvoorbeeld 2024. En mijn ouders hebben mij altijd geleerd van stem is belangrijk. En stel je voor dat hij nu eens een keer trapt in bijvoorbeeld framing of zo van politici. Dan, en die stem die belandt dan verkeerd. Ja, dat is wel belangrijk. En volgens mij moet fake news behandeld worden als het nieuwe lezen. Iedereen moet het kunnen. This is not just like fact-checking or checking information, but this is also about like values, it's about like moral things, which is really very important and necessarily in your society. How do you see the future? Very optimistic. Yeah. Still very optimistic, despite the huge challenges, despite that people still believe in this information. I still fight for that truth because I have a daughter who was born in this country, she has future in this country, and that really gave me strength and motivation. Then I understood that I'm in the correct place, I'm doing the good job, this is very important, and yeah, I should continue and stand up and fight this threat. Ik heb best wel veel waardering voor de mensen die ik sprak en die strijden voor de waarheid. Niet hun waarheid, maar een objectief waarneembare waarheid. Hun strijd gaat over een eerlijke wereld met veel plaats voor een open debat waar iedereen zijn mening mag hebben, maar liefst wel gebaseerd op dezelfde feiten, met veel nuance en veel minder polarisering. Het is mogelijk dat bij elke komende Amerikaanse verkiezing we nog wel eens zullen horen dat alles één grote leugen is. Rusland zal blijven de verdeel- en heerstactiek toepassen om nog maar te zwijgen van China. En wij hier zullen ook nog geconfronteerd worden met verwarring en complotdenken. Maar ik kan het eigenlijk niet beter zeggen dan Hamoud. Binnenkort zijn het verkiezingen. Zullen we dan hebben leren lezen?